AZB heeft tot nader orde alle opnames op zijn neonatale intensive care unit stopgezet. Er is namelijk een toename geconstateerd in het aantal sterften van baby's die er waren opgenomen. Dit is ook gelijk gerapporteerd aan het ministerie van Volksgezondheid en het besluit van de AZB-directie ondersteunt. De directie is ook onmiddellijk overgegaan tot een diepgaand multidisciplinair onderzoek dat nog in volle gang is. Tevens zijn maatregelen getroffen om alle denkbare risico's te identificeren en te minimaliseren en waar mogelijk te elimineren. Volksgezondheid heeft intussen de hulp van de PAHO gevraagd bij het onderzoek en alle te nemen maatregelen. Het ministerie deed dit omdat zij zo spoedig mogelijk wederom de gewenste kwalitatieve dienstverlening op de NICU-afdeling van het AZP te hervatten. Zo meldt het Nationaal Informatie Instituut NII in een persbericht.